Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unive. Een hele goede avond allemaal en welkom vanuit Norg. Deze uitzending van TV Drenthe Sport staat geheel in het teken van de 5e editie van de Slag om Norg. Een unieke koers in Nederland, want een kwart van het parcours gaat over onverhard terrein. De mannen moeten 40 kilometer meer dan vorig jaar afleggen. De koers gaat over 204 kilometer dit jaar. En voor het eerst ook buitenlanders aan de start, want het gaat om een internationale klassieker. En voor de start gingen wij natuurlijk op zoek naar onze eigen Drenthe. En dit is dé specialist uit onze provincie. Alle 4e edities eindigde Gert-Jan Bosman in de top 10. En 3 jaar geleden won hij zelfs hier. Zijn achtergrond als veldrijder is duidelijk in zijn voordeel. Als je uit de crosswereld komt, dan kan je natuurlijk de skills die je daar leert gewoon goed gebruiken op de gravelstroken. Daarnaast komt er gewoon een heel basis geluk bij kijken. En ik had vorig jaar iets minder geluk dat ik 3 keer lek reed, maar toch voorin kon terugkeren. Dus het heeft te maken met geluk en toch een beetje power wat je moet hebben de dag. Je moet power hebben. Is het ook je gewicht? Want jij bent relatief licht vergeleken de rest misschien? Ja, zeker speelt dat ook een rol. Ik heb woensdag wel verkend en er was het stuk minder grind als vorig jaar. Dus ik denk dat het gewicht nou iets minder gaat meespelen dan de afgelopen jaren. Maar goed, je moet het altijd meeslepen. Daarentegen hebben de renners die iets meer gewicht hebben natuurlijk ook weer iets meer spiermassa. Dus het zou elkaar wel redelijk compenseren. Maar dan ben je tevreden? Ja, met de winst. Ik vind dit gewoon de mooiste koers in Nederland. En het zou mooi zijn als ik hier voor de 2e keer mijn handen omhoog kan steken. En als het niet van mij zou zijn, dan denk ik dat we 7 andere goede renners hebben die hier goed hoog kunnen scoren. Dus als ploeg zijn we zeer gemotiveerd. Afgelopen jaar elke keer een hele zware koers. En ik denk misschien dit jaar dat het iets makkelijker is. Waarom? Ja, de stroken die lagen best wel goed. Dus, maar het is wel ook heel lang voor een nationale klassieker, zeg maar, 208 kilometer. Dus het is gewoon afwachten. Ja, Jeff Vermeulen, het wordt niet heel vaak een massasprint bij de Slag om Norg. Maar wat zijn jouw kansen hier vandaag? Ja, ik denk gelijk aan de rest. Ik denk als je vandaag weinig pech tegenkomt onderweg en de vorm is goed, dus dan kan je wel erg ver komen, denk ik. De Slag om Norg is een koers die sowieso voor ons allemaal in de buurt is, hè? En veel van deze wegen gaan over trainingsparcours, dus veel van de wegen zijn bekend. En toen ik een paar jaar geleden hoorde dat we hier over die grindwegen heen reden, een paar keer toen geprobeerd, kreeg er eigenlijk wel van het eerste jaar ging het gelijk goed. Top 15 heb ik gezien, was je hoogste notering. Hoe anders gaat het vandaag worden? Weet ik niet. Ik denk dat het moet zeker beter kunnen, maar ik denk dat we 5-6 man in de ploeg hebben die hier de koers kunnen winnen. Dus ik denk dat het in eerste instantie belangrijk is dat er iemand wint en dan zien we wel weer hoe het verder gaat. Is er een plan vooraf? Natuurlijk is er een plan. Laat ze horen, want niemand luistert mee hoor. Het wordt pas na die wedstrijd uitgezonden. Nee, we gaan gewoon. Er moet geen grote groep wegrijden in het begin. En op het rondje moeten we koers maken. Het is 11 uur. Dit is de Brink van Norg. En we vertrekken hier voor een koers over 204 kilometer. 114 renners aan het vertrek en dus voor het eerst ook buitenlandse ploegen. En de mannen van Pils kunnen niet wachten. De neutralisatie wordt opgeheven en de koers wordt vrijgegeven. En de eerste helft bestaat uit 1 grote aanloopronde van bijna 100 kilometer. Maar nog voor Vries zien we al een eerste vluchtpoging. We zijn pas 8 kilometer onderweg. En die eer valt ten beurt aan de 22-jarige Matthew Tsenovic uit Nieuw-Zeeland. Rijdt voor een ploeg uit Australië, Avanti Iceway. En het is ook de ploeg waar Richie Porte in het verleden voor heeft gereden. De nummer 5 van de Tour de France dit jaar. En hij krijgt gezelschap van deze 19-jarige Deen. De man met de langste naam van het peloton, Matthias Nosgaard-Jurgensen. 2 jonkies dus nog. En ook snel worden zij alweer bijgehaald door het peloton. Vanuit Fries gaan we richting Donderen, Pijzen, Hoogkerk en Zuidhorn. En dat is dan ook meteen het meest noordelijke punt. En via Tolbert en Marum weer terug naar Drenthe. En via 1 keren we dan weer terug in Norg, waar dan nog 6 omlopen van bijna 16 kilometer volgen. Maar ook in die grote omloop al onverhard terrein. 3 gravelstroken krijgen de renners voor de kiezen. En we hebben een kopgroep van 26 man sterk die al ontstaat na 13 kilometer. 3 man van de opleidingsploeg van Rabobank erbij, 4 van SEC Racing en ook Babydump met 4 man vooruit. Dit is John Meeuwse namens de NWVG, maar geen enkele Drent van voren.
De Noordelijke Wielenvereniging wordt ook vertegenwoordigd door Rick Mensing. En de voorsprong loopt maar heel langzaam op. We draaien hier over de A7 op weg naar Hoogkerk. En de voorsprong blijft dus een beetje hangen. Van een minuutje loopt het langzaam op naar anderhalve minuut. En na bijna 100 kilometer koers, zoals gezegd, beginnen de 6 omlopen. Vanaf dan is het grootste deel onverhard en vanaf dan wordt er gekoerst met het mes tussen de tanden. De stroken zijn zo goed als droog. Wel grote kuilen in het parcours. En als je dan voor het eerst het rondje rijdt, komt dat onverwacht. Hier Sean Lake, uit Australië komt hij. Is ook even helemaal de weg kwijt. En zijn ploeggenoot Zenovic leidt de kopgroep. Al op kilometer 13 zijn ze weggereden. Een lange vlucht van deze 26 mannen. En de voorsprong loopt op naar 1 minuut 35 op dit peloton. Wat al iets uitgedund is, maar veel hebben de mannen nog niet geleden. Maar dit jaar moeten ze wel 40 kilometer verder dan vorig jaar. En ook die kilometers tellen, zeker als je over die zware gravelstroken moet. Want vooral hier hebben de mannen veel te lijden. Lek voor Parkhotel Valkenburg. Zij hebben voorin de slag gemist. En ook Babydump heeft pech. En op alle stroken staan extra mannen met wielen klaar, want de ploegleiders kunnen er lastig bij met hun auto's. Een peloton dunt dan hard uit. Minder dan de helft zal vandaag de finish halen. En ook voorin is het onrustig. In die kopgroep van 26 man gebeurt van alles. Want 7 mannen nemen de benen. Martin Kooistra neemt hier over namens SEC Racing. Zijn ploeg rijdt vandaag attent van voren. Ook de Belg Laurent Evra is erbij. Hendrik Evensen, de Noor. De Duitser Huppets is van voren. En Maarten van Trijp en Rick van Breda, de 2 Nederlanders. En later zullen ook Daan Meijers en de Noor Norsgaard Jurkensen nog aansluiten. En die kopgroep neemt dan 2 minuten afstand. En de snelheid daarachter is er een beetje uit. Veel mannen van Pils in deze groep. En de Drenthe hebben de slag verloren, niet vooraan dus. Opmerkelijk. En er is heel wat voor nodig om terug te komen bij die mannen van voren. Pils maakt dan wel wat snelheid in het peloton, samen met Leopard, de ploeg uit Luxemburg. Ook zij hebben de slag gemist en ze rijden een minuut van die voorsprong af. Ze hebben nog anderhalve minuut over, deze 9 mannen. Nog 9? En gelukkig heb ik goed geteld. Inderdaad, nog 9. En de omstandigheden waren prachtig vandaag. Zo ziet dat er van boven uit. Stofwolken waardoor ook de renners vaak verrast werden door de gaten op de stroken. En de voorsprong van de 9 leiders loopt dus weer verder terug. De peloton komt terug tot een minuut. Prachtige beelden. We hebben dan 165 kilometer gereden. En de mannen aan de leiding verliezen terrein. SEC Racing ook hier met 3 man van voren. En verder zijn het allemaal eenlingen. Veel publiek ook langs de kant vandaag. Op de stroken, maar ook in Norg zelf. En we zien Matthew Zenovic op de grote plaat op kop. De man die verantwoordelijk was voor de eerste ontsnapping van de dag. Uit Nieuw-Zeeland komt hij. En dit is een Noor, Hendrik Evensen. Ook van SEC Racing rijdt lek in de kopgroep. Maar kan even later gewoon weer aansluiten. En dan krijgen de 9 van voren gezelschap van achteren. Deze 4 mannen probeerden de oversteek te maken. En dat gaan ze misschien wel redden ook. Twan van der Brand namens Piels op kop. 2 man van Parkhotel, Dennis Bakker en Peter Schulting zijn erbij. En ook Fabio Jacobs is erbij. Een jonkie, pas 19 jaar oud is hij. En hij werd dit jaar Nederlands kampioen bij de belofte. En in het laatste wiel zien we Wouter Mol namens de Rijken. En de mannen van voren maken er een snoeiharde wedstrijd van. Maar voelen de hete adem van de 5 achtervolgers. De meeste renners rijden vandaag toch met iets bredere banden. Ook wat minder lucht erin. Maar de wonderband voor deze ondergrond is nog niet uitgevonden hoor. Veel pech vandaag. En hier is de aansluiting een feit. 14 man aan de leiding als we
Beest gaan verlaten. Een peloton dan op 45 seconden. Maar daarvan zijn nog maar 32 mannen over. Al met al 46 mannen zullen de finish halen vandaag. En dan gaan we ons voorzichtig opmaken voor de finale. En dan zien we dat SEC Racing opnieuw goed vertegenwoordigd is hoor. 4 man vooruit van de 14. 5 buitenlanders ook in deze kopgroep. Die wordt aangevoerd door Daan Meijers, de Brabander. En een snelheid van 50 kilometer is geen enkel probleem voor deze groep. De finish is in zicht. We zitten in de laatste omloop en ook hier in die kopgroep wordt het dan onrustig. Twan van der Brand namens Pielt, hier achterin die nieuwe kopgroep van 4. Die zijn dus weggereden. En van der Brand een echte veldrijder, dat is vandaag in zijn voordeel. Dit is Wouter Mol, hij sluit ook aan en zo krijgen we 5 man aan de leiding. En de Rijken met 2 man vertegenwoordigd. Naast Mol ook Daan Meijers van voren. En deze mannen kunnen het dan gaan uitspelen. Helemaal op kop dus Meijers en achterin Wouter Mol. Verder daarbij Fabio Jacobsen namens SEC Racing. En ook Peter Schulting is erbij namens Parkhotel Valkenburg. De ploeg die in eerste instantie de slag had gemist. Maar toch nog keurig aansluiting weet te vinden in deze finale. En deze mannen zullen het dan gaan uitmaken. Want Norg komt in zicht. We zitten in de laatste kilometers. We rijden nog 1 keer pace uit en dan is het spel op de wagen en kunnen deze 5 mannen gaan beslissen wie vandaag de sterkste is in de 5e editie van de Slag om Norg. Pils had geen goede wedstrijd. Twan van der Brand moet de wedstrijd dan maar goed gaan maken voor de rood-wit-blauwe formatie, waarin ook 3 Drenten vertegenwoordigd zijn die zich vandaag niet konden laten zien van voren. En dan de eerste aanval, natuurlijk van de Rijken. Zij zijn met 2 mannen van voren vertegenwoordigd. Het is Daan Meijers en Wouter Mol hoeft niks te doen in ene laatste positie, zijn ploeggenoot. Hij moet de boel hierachter bij elkaar houden, maar Meijers trekt niet door. En hier in laatste positie Fabio Jacobsen. In Emmen tijdens het NK werd hij 2e bij de belofte. Dit jaar pakt hij de Nederlandse titel. Het broekie van deze kopgroep van 5, want hij is pas 19 jaar. De Rijken in de overtal, maar Fabio Jacobsen, hij wint hier de 5e Slag om Norg, gevolgd door Twan van der Brand en Peter Schulting wordt 3e. Maar de tweedejaarsbelofte Jacobsen uit het Gelderse Heukelum verrast vriend en vijand. Hij wint de 5e Slag om Norg. Denk ik, ja, we moeten er toch naartoe nog met een groepje. Ja, en als je dan aansluit, dan weet je eigenlijk al dat je bij de betere hoort. Samen met Peter Schulting en Wouter Mol rekenen dan naartoe. Ja, en dan rij je met die man ook nog weg en dan weet je dat je gewoon door moet rijden. Ja, en nog een sprintje en dat kan ik. Had je vertrouwen in dat je er überhaupt bij kon komen bij die 9? Ja, dat weet je natuurlijk nooit, maar ja, we hadden vanaf het begin 4 op 20 erbij, ja, dat is genoeg. En dan is voor mij in juli is in het peloton afwachten en dan op de plaatselijke rondjes hier nog even gas geven. Als de boel gaat rijden met 26 man, wat dacht jij toen? Ja, dat is niet best. Maar ik bedoel, het was niet bewust dat je het liet lopen, neem ik aan, met z'n allen. Of dacht je van, dit is nog zo vroeg in de koers, na 13 kilometer, dit kan nog wel? Ja, wat ik voor die tijd al zei, je moet met een plan de koers ingaan. En dat plan was wachten op de rondjes. En dat hebben jullie gedaan, maar misgegokt? Ja, misgegokt. Toen moest op een gegeven moment gaan rijden en toen was het beste er ook snel af bij iedereen. Hoe heb je het gehad onderweg? Ja, wel een hele mooie koers. Ik heb me wel vermaakt. We willen allemaal een stapje hoger, dus een zware wedstrijd draagt bij in onze ontwikkeling. Ja, en dan maken we dat ervan. En dan wint toch relatief een broekie, hè? Hoe oud ben je? 19. Ja. Vinden andere mannen niet zo leuk dat er een mannetje van 19 wint misschien? Nou ja, ik heb het in ieder geval niet gestolen, denk ik. Dus ja, ik ben er blij mee. Hoe lagen de stroken er vandaag bij? Ja, wel goed eigenlijk. Mooi. Weinig gaten. Vorig jaar heb ik ook gereden, vorig jaar meer gaten. Dat is toch, ja, geeft wel spektakel, maar het is wel gevaarlijk. Dus ja, eigenlijk beter, maar ja, niet makkelijk of zo. Ben je iemand met een crossverleden ook? Of doe je veel op de fiets? Ja, ik ben Nederlands kampioen geworden bij categorie 7, bij de jeugd. En daarna nieuwelingen, junioren. Een paar wereldbekers gereden, dus ik weet wel wat het is om op losse ondergrond te rijden. Ja, helpt dat, denk je? Ja, zeker. Ik denk dat je als crosser toch een stapje voor hebt op de rest. Ja, ik heb er eens een keer voor gekozen om het in het begin wel rustig aan te doen, maar... Het bevalt me toch meer om van het begin erin te vliegen, dus dat gaan we de volgende keer gewoon weer doen. Het was ook het plan van jullie ploeg, hè? Ja, zeker. We hebben een spelletje gespeeld en het pakt helaas iets minder uit. En zelf rij je nog 3 keer lek, waardoor je 3 keer moet terugkomen of 2 keer, ik weet niet eens meer. En,
ja, dat kost gewoon krachten. Dat is gewoon jammer. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Univee.